Wanneer je denkt dat je een huidtumor hebt, dan zal je dokter de zichtbare kenmerken van het vlekje beoordelen. Zo bepaalt hij of er een biopsie moet gebeuren. Bij een biopsie zal een dokter eerst een klein stukje van de huid wegsnijden om mogelijke kankercellen te detecteren. Als die aanwezig zijn, moet de tumor volledig weggesneden worden. Maar op dat moment kennen we de diepte van de tumor niet. Het is logisch dat wanneer je de diepte van een tumor niet weet, het ook lastiger is om die weg te snijden. Daarom moet je meerdere keren naar het ziekenhuis gaan om de tumor te laten weghalen. Maar wat als het, met de hulp van een warmtecamera, in één keer kan? Kankercellen zijn een soort van supercellen. Ze hebben een hoger metabolisme, ze werken dus harder dan normale cellen en ze trekken ook meer bloed aan. Dat zorgt voor meer warmte onder je huid. Om na te gaan of het mogelijk is om huidtumoren met warmtecamera's te detecteren, maakte ik in een computerprogramma een huidmodel dat de warmteverdeling van de huid op een realistische manier nabootst. Als we dat computermodel een tumor geven, kunnen we er simulaties op uitvoeren waar we data uithalen. En met die data kunnen we de verschillende eigenschappen van de huidtumoren duidelijk maken. Als we de huidtumor en de huid daar rond eerst afkoelen, dan zal de huidtumor sneller opwarmen dan de gezonde huid. Dat zorgt voor een duidelijker beeld op de warmtecamera. Ik schreef een algoritme dat op basis van het temperatuurverschil en de manier van opwarming de grens en de diepte van de huidtumor kan bepalen. Zo kunnen we in de toekomst hopelijk de tumor in één keer wegsnijden.